Dit weekend vindt het NK badminton plaats en wij gaan op zoek naar Almeerse deelnemers. Ja, hoe is het NK tot nu verlopen voor jou? Ja, dit was mijn eerste wedstrijd, dus het was een lekkere wedstrijd om mee te beginnen. En later vanmiddag zal ik samen met Noah de dubbel spelen. Ja, nou, jullie spelen nu tegen elkaar, vanmiddag de dubbel samen. Hoe kijk je daar naar uit? Ja, ik kijk er heel erg naar uit. Met Noah dubbel is altijd leuk. We hebben hier vorig jaar half finale gehaald en daar gaan we deze keer ook voor en misschien nog wel meer. Wat zijn jullie kansen? Nou, ik denk dat de lastigste wedstrijd in de kwartfinale zal zijn. Tegen twee nationale spelers, maar we gaan er vol voor. En als we die goed doorkomen, hebben we een goede kans om ook nog verder te komen daarna. Straks speel je met Alex en nu moest je tegen Alex. Hoe voelde dat? Ja, het is heel leuk altijd om tegen hem te spelen natuurlijk. Maar ik sta toch wel iets liever met hem op de baan, zoals uitslag net liet zien. Waarom sta je liever met hem op de baan? Kan hij jou nog veel leren? Ja, zeker. Zeker in de dubbel. Al is dat niet mijn hoofdspecialisatie. Maar als ik beter word in de dubbel, zal me dat ook helpen in de single. Waar ik eigenlijk 24-7 voor train. Ja, jullie hebben vandaag dan verloren van Alex en Alida met 21-15 en 21-7. Was dat volgens verwachting of had het beter gekund? We hadden niet per se een resultaat in gedachten of zo. Het belangrijkste voor mij en mijn partner was gewoon als we lekker speelden, waren we tevreden. Gisteren ook goed niveau laten zien in de kwalificatie. Dus we zijn gewoon blij mee dat we nog in het hoofdtoernooi zijn gekomen. Jullie zijn als derde geëindigd in de competitie. Jullie hebben de play-offs gehaald met Fit Almere. Hoe schat je je kans in? Ja, ik schat onze kansen heel goed in. We hebben 4-4 en gewonnen van DKC. Dus ik denk dat we misschien niet de favoriet zijn, maar we gaan er vol voor en alles kan gebeuren in de play-offs. Ja, volgende week staat die halve finale op het programma. Hè. Tegen welke tegenstander? We spelen tegen DKC uit Den Haag. Ja, jij speelt bij Fit Almere. Hoe lang? Zo, sinds ik begonnen ben. Ik ben begonnen toen ik 8 was. Ik ben nu 17, dus ik zit inmiddels al 9 jaar bij Almere. Echt een kind van de club? Ja, dat kan je wel zeggen inderdaad. En nooit ergens anders gespeeld. Altijd bij Almere geweest. En ja, ik ben er ook geboren. Ik leef er nu ook, woon er nu ook. Dus ja. Ja, ik ben begonnen bij Almere. Ik heb bij veel 4 jaar in de tussentijd bij een andere club gespeeld. Maar nu is dit weer mijn derde seizoen na een tijdje weg geweest. Dus ik zie mezelf wel een beetje als kind van de club inderdaad. Ze hebben je weer teruggehaald en je bent meteen teamcaptain daar, hè? Ja, klopt. Kun je dat verschil brengen dan? Nou, ik hoop dat ik mijn ervaring mee kan nemen ook met de andere jonkies van het team. Ik ben nu een van de ouderen wat wel eens anders is geweest. Dus ik hoop mijn ervaring over te kunnen brengen en zo goed mogelijk iedereen te kunnen helpen daarin. Ja, hoe belangrijk is nou zo'n NK voor jou? Je komt uit in verschillende disciplines. Kijk eens even terug op dit NK. NK is voor mij wel belangrijk. Het is wel een piekmomentje, zeg maar. Je gaat natuurlijk gewoon voor de Nederlandse titel. En er zijn dit jaar kansen. Ik zeg niet dat ik het ga worden, maar het is niet onmogelijk. Ja, je speelt nu samen met Rosalie, de dubbel. Dat liep niet helemaal goed, dacht ik al wel. Het liep op zich wel goed. De tegenstanders waren ook heel goed. We waren de huidige Nederlandse kampioenen. Dus we hebben goed tegenstand weten te bieden. Alleen ze waren gewoon maar te sterk. Ja, 21-11 en 21-13. Het is niet een heel groot verschil natuurlijk, maar wel voldoende. Ja, het is wel een voldoende verschil. Maar we hebben gewoon lekker kunnen spelen. Aan de welhal wennen. En dan gaan we gewoon voor de single en dubbel nu. En je speelt al een tijdje bij Fit. Hè? Ben jij een kind van de club? Zo ongeveer wel. Sinds dat ik 12 ben speel ik bij Almere. En ik zou er ook niet weg willen. Kijk eens even terug op het seizoen van Fit Almere. Het seizoen is goed gelopen. Wel lekker net aan derde geworden. Dus geplaatst voor de halve finale. Maar we hebben vanaf het begin goede sfeer in het team. Alles ging eigenlijk goed. Goede support. Ja, en dan is het wel lekker om halve finale te halen als bonus. Ja, maar zo'n derde plek, dat houdt het wel spannend, toch? Dat houdt het zeker spannend. Dat houdt het wel scherp, dus dat is goed. Waar ben je het meest trots op? Vorig jaar de landsfinale gehaald. Daar ben ik wel het meest trots op. En ik hoop dat we dit jaar nog trotser gaan zijn met die titel. Ja, de single en de dubbel. Nederlands kampioen bij de single? Ik hoop het wel. Ik heb wel een lastige loting, maar daar gaan we wel voor. Het is niet onmogelijk. En de dubbel? Ook een goede loting. Dus er zijn kansen. Nederlands kampioen wordt lastig, maar wie weet.
Almere Lokaal, de sporter in beeld.